Dames en heren, van harte welkom bij dit negende webinar van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. We hebben het afgelopen jaar met u een groot aantal onderdelen van het Klimaatakkoord doorgenomen. En we gaan het vandaag hebben over een wel heel bijzondere sector, namelijk de financiële wereld en het klimaatbeleid van Nederland. Toen wij in 2019 met het kabinet en meer dan 100 partijen het Klimaatakkoord sloten, toen was er één groepering in de Nederlandse samenleving die er hand op stak en die zei: wij willen zo snel mogelijk een commitment laten zien aan dat Klimaatakkoord. En dat was de financiële sector. Dus nog geen week nadat de Tweede Kamer ja had gezegd tegen het Klimaatakkoord, toen zat ik met de financiële sector onder leiding van de minister van Financiën rond de tafel. 3000 miljard belegd vermogen zat bij elkaar. En die hebben hun eigen commitment afgegeven aan dat Klimaatakkoord. Dat was heel bijzonder. Dat was niet alleen bijzonder omdat men voorop liep in Nederland. Men was sneller het eens met het Klimaatakkoord dan bijvoorbeeld de grote werkgevers. Maar het was ook bijzonder in Europa. We gaan het vandaag hebben over dat commitment. We gaan bekijken wat is er nu gebeurd de afgelopen 2 jaar. En we doen dat met een groot aantal deskundigen. Mensen die ervoor staan, die ervoor hebben gezorgd dat die afspraken ook werden ingevuld. En mensen die traditioneel wat kritisch aankijken tegen de snelheid waarmee dit soort processen verlopen. Voordat ik met een aantal mensen hier aan tafel ga spreken over dat commitment, gaan we eerst naar Bas Metz. Bas is secretaris van de commissie die onder leiding van Femke de Vries de voortgang van dat commitment in de gaten houdt. En Bas gaat ons bijpraten over wat zij precies hebben gerapporteerd een paar maanden geleden aan de minister van Financiën. En het gaat natuurlijk over de voortgang van dat commitment. Bas, aan jou het woord. Dankjewel, Ed. Goedemorgen, kijkers. Mijn naam is inderdaad Bas Metz. Ik ben beleidsadviseur bij de Nederlandse Vereniging van Banken. En meer belangrijk voor deze context, ik ben secretaris van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment. Ik denk dat alle sprekers hier vandaag aanwezig intrinsiek gedreven zijn om iets tegen klimaatverandering te doen. Het is een onderwerp dat zich ook zeker niet laat uitstellen. Het is een onderwerp waar moeilijke gesprekken over moeten worden gevoerd. Het is een onderwerp waar ook zeker pijnlijke keuzes over gemaakt zullen moeten gaan worden. De Nederlandse financiële sector heeft in 2019 het initiatief genomen om haar bijdrage te leveren aan het Nederlands Klimaatakkoord en het Akkoord van Parijs. In totaal 54 financiële instellingen, inclusief een koepelorganisaties van banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen hebben toen het klimaatcommitment getekend, inderdaad om een bijdrage aan het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord duidelijk te maken. Ik wil jullie heel even kort mee terugnemen naar een aantal mijlpalen en ook even kort terugnemen in de tijd. Meer specifiek naar Parijs in 2015. Nationale lidstaten hebben toen het Akkoord van Parijs getekend. In Nederland is dat uiteindelijk uitgemond in het Klimaatakkoord, het Nederlands Klimaatakkoord. Maar wat veel mensen niet weten, is dat op hetzelfde moment ook 11 financiële voorlopers aanwezig waren en daar hun handtekening hebben gezet onder de Dutch Carbon Pledge. Wat zij met elkaar afspraken was: wij gaan de klimaatimpact van onze portefeuilles in kaart brengen. Nou, zoals jullie ook op de slide kunnen zien, zijn er ook toen meerdere meetmethodes tot bloei gekomen. Afgelopen jaren nog steeds verder verbeterd. Belangrijk om daarvan te onthouden is dat die meetmethodes gebruikt worden door financiële instellingen om hun klimaatimpact goed in kaart te kunnen brengen. Dus steeds specifieker aan te kunnen geven: waar hebben mijn activiteiten impact op het klimaat en hoe kunnen we daarmee gerichte actieplannen opstellen. Goed ook voor jullie om te weten dat naast deze ontwikkelingen er ook in Nederland in een steeds bredere groep aan partners wordt samengewerkt op klimaatinitiatieven. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de samenwerking tussen de financiële sector, de toezichthouders en de overheid binnen het DNB Platform voor Duurzame Financiering. Maar je kunt ook denken aan ten tijde van het Klimaatakkoord een groep sector-experts, sector-specialisten die samen binnen de taakgroep financiering gevraagd, maar ook ongevraagd klimaattafels van advies voorzagen over financieringsknelpunten die zij tegenkwamen. Nou, al deze en andere internationale en nationale ontwikkelingen hebben geleid tot de publicatie van de eerste voortgangsrapportage Klimaatcommitment. Ik zal even kort doorklikken. Dan kunnen jullie ook goed zien wat we hebben beloofd om te gaan doen binnen het klimaatcommitment. Het eerste is dat eigenlijk de twee belangrijkste afspraken die terugkomen in de eerste voortgangsrapportage is dat banken in kaart hebben gebracht
wat het CO2-gehalte van relevante financiering en beleggingen is. Dus eigenlijk de klimaatimpact van hun portefeuille. Daarover kunnen we dit jaar concluderen dat 89% van de financiële instellingen hierover heeft gerapporteerd. Instellingen die dat nog niet hebben gedaan, die krijgen vol steun van de koepels en zullen zelf ook hard aan de slag gaan om daar volgend jaar wel in te gaan leveren. En ook goed om aan te geven is dat 51% van de financiële instellingen ondertussen al een actieplan heeft opgesteld. Nou, wat is dat nu precies? Met een actieplan laat de financiële instelling eigenlijk zien welke gerichte acties zij ondernemen om bij te dragen aan het akkoord van Parijs en bij te dragen aan de uitvoering van het Nederlandse klimaatakkoord. We liggen dus als financiële sector op koers. We zijn goed bezig. Maar volgend jaar is het echt boter bij de vis leveren. Want zoals jullie ook kunnen zien op de slide, uiterlijk in 2022 moeten financiële instellingen hun actieplannen opleveren. En dat wordt spannend. Natuurlijk, er zijn nog de nodige uitdagingen die we de komende jaren moeten aanpakken. Komende periode moeten aanpakken waar hard aan wordt gewerkt. Dan kan je denken aan datakwaliteit en databeschikbaarheid. Ook vanuit breder vanuit partijen uit de keten dergelijke data goed aanleveren. En ook heel belangrijk voor de financiële sector is transitiepalen. Ervoor zorgen dat er nationale, sectorale transitiepalen worden opgesteld, zodat zowel ondernemers als financiële instellingen nog veel beter bij kunnen dragen aan de klimaatdoelen die in Parijs zijn gesteld. En die zijn ook hard nodig. Ik wil eigenlijk concluderen, en ik wil ook zeker niet de sprekers het gras voor de voeten wegmaaien. Ik wil concluderen met een quote van David Attenborough tijdens de klimaattop in Glasgow. Hij zei daar namelijk: "In my lifetime, I've witnessed a terrible decline. In yours, you could and should witness a wonderful recovery." De feiten liegen niet. Het IPCC-rapport is glashelder. Er is globaal een enorme tempoversnelling nodig om onze planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar het gesprek aan tafel. En hierbij zou ik het graag bij willen laten. Dankjewel. Bas, mag ik jou nog een vraag stellen? Jij ja. bent secretaris van die commissie. Je hebt uiteraard ook Glasgow gevolgd. Klopt. Wat maakte nou op jou het meeste indruk? Het meeste indruk wel, en dat vind ik sowieso van dergelijke grote bijeenkomsten, is dat je met ongelooflijk veel verschillende stakeholders, heel veel nationale vertegenwoordigers aan tafel zit en dan wel tot een conclusie komt die best wel indrukwekkend is. In ieder geval heel goed dat ze steenkool hebben opgenomen in de eindtekst. Dat is wel echt een hele belangrijke verzwakt, stap. Wel een beetje verzwakt. Wel een beetje verzwakt, dat klopt. Maar je kan ook stellen, het is al heel wat dat je met zo'n enorme grote groep landen onder zoveel hoge politieke druk in zo'n moeilijke COVID-tijd wel tot die conclusies bent gekomen. En we kijken natuurlijk, de financiële sector net zo goed kijkt uit naar Sharm el-Sheikh volgend jaar in Egypte. Dat is echt het moment dat iedereen moet laten zien van anderhalve graad. Daar gaan we voor, anders is het te laat. Bespreken jullie nou ook de uitkomst van zo'n internationale conferentie in jullie commissie? Absoluut, zeker weten. En ik bedoel, onze directeur, voorzitter, iedereen is ontzettend geïnteresseerd ook vooral om te horen wat er is besproken en wat er is geconcludeerd. Omdat het gewoon grote gevolgen ook heeft voor de maatschappij in brede zin en natuurlijk ook voor financiële instellingen. Bas, hartelijk dank. Goed, dankjewel. We gaan verder hier aan tafel om met elkaar te spreken over het commitment. Wat destijds is afgelegd en hoe staat het er nu precies mee? Ik zit aan tafel met Femke de Vries. Femke is voorzitter van de commissie die dat financiële commitment volgt. En toeziet ook op de naleving. Diane Griffioen, hoofdbelegging ABP. Een van de grootste beleggers in de wereld. De grootste belegger in Nederland. Dus buitengewoon invloedrijk. En we praten met Richard Koloos. Richard, je hebt eigenlijk twee functies. Je werkt bij ABN AMRO. Daar doe je de afdeling Sustainability. En tegelijkertijd ben je ook voorzitter van de club binnen de Nederlandse Vereniging van Banken. Die gaat over duurzaam ondernemen. Val ik het zo goed samen? Ja, helemaal goed. Ja. Femke, ik kom bij jou. Eigenlijk is het toch, als we dat weer even terugzien, toch heel bijzonder wat de financiële sector toen in 2019 heeft laten zien. En een week na het debat hebben jullie gelijk gemanifesteerd. Kun je nog eens even uitleggen voor de mensen thuis hoe dat is gegaan? Want iedereen aarzelde nog. Hè? Sommige werkgeversorganisaties gaan er wel meedoen met het klimaatakkoord. Gaat het niet veel te ver? En jullie zeiden, pats boem, na een week, 3000 miljard euro bij elkaar en we ondertekenen gewoon.
Ja, ik denk dat het een reflectie is van het feit dat de financiële sector zich heel bewust is van de rol die ze heeft te spelen in de maatschappij. Ze heeft natuurlijk een sleutelrol financieren van de reële economie, maar ook een grote belegger. Je noemde het al in relatie tot de rol van Diane. Dus ik denk het feit dat je die 3000 miljard vertegenwoordigt, dat schept ook verplichtingen. En ik denk dat dit commitment, het eerste in Europa, en hopelijk krijgt het nog veel meer navolging, dat het een reflectie is geweest van het voelen van die verantwoordelijkheid. Ik moet erbij zeggen dat ik ben aangetreden na ondertekening. Hè, dus het proces daaraan voorafgaand is gedaan onder leiding van Gerard van Olphen. En ik heb natuurlijk ook de dingen gelezen die hij daarover heeft gezegd. En met hem heb ik ook gesproken. En hij zei vooral, ja, met die ondertekening begint het pas. Hè. Het echte werk moet natuurlijk daarna gebeuren. En dat is waar we nu middenin zitten. En ik denk dat Bas net mooi heeft geschetst. Ja, tekenen en rapporteren is één ding. Maar actieplannen maken, daar gaat het daadwerkelijk om. Dat is wel mooi, hè? Want die Gerard van Olphen is als een soort bulldozer. Heeft hij rondgereden in de financiële sector. En je ontkwam niet aan zijn bulldozer. Iedereen werd gedwongen eigenlijk met hem mee te doen. Ja, ik weet niet of hij echt dwang heeft moeten toepassen. Maar het laat denk ik zien, hij heeft het zeer voortvarend aangepakt. En ik denk een beroep gedaan op die verantwoordelijkheid die je ook hebt als sector. Ja. Als je deze rol vervult, dan moet je ook, nou Bas noemde het net boter bij de vis, ja, dan moet je laten zien wat je kan bijdragen en verantwoordelijkheid nemen. En het is denk ik fantastisch dat de sector daar zo kort na die ondertekening dit klimaatcommitment heeft neergelegd. Het heeft een geweldige positieve werking ook gehad. Want omdat jullie als sector de eerste waren die ondertekenden, waren een heleboel bedrijfstakken of organisaties die aarzelden, voelden toen aan, ja, als zij al voorop lopen, dan kunnen wij niet achterlopen. Dus de psychologische werking is veel groter dan heel veel mensen nu veronderstellen. Ja, dat is denk ik heel mooi. Hè? En ik denk ook in de uitvoering van het commitment dat je ook weer die werking, ik noem het maar even een hefboom, naar die reële economie kan hebben op het moment natuurlijk dat, nou daar komen we ongetwijfeld zo over te spreken, dat je door engagement door het stellen van eisen aan de financiering die je verstrekt of aan, nou ja, dat je in gesprek gaan met degene die gebruik maken van die 3000 miljard, dat je daardoor resultaat probeert te bereiken. En dat is denk ik precies wat de sector kan bewerkstelligen. Ik moest een paar maanden geleden een inleiding houden voor de verzamelde Europese ambassadeurs in Den Haag. En iets vertellen over het klimaatakkoord. Toen heb ik ook iets verteld over dat commitment. En daar waren ze buitengewoon geïnteresseerd in. Want ze zeiden van ja, dat is bij ons bijna ondenkbaar dat zo'n financiële sector in zijn totaliteit bijna voorop loopt. Wat dat betreft zijn jullie echt uniek in Europa, denk ik, met dit commitment. Dat klopt. Het commitment is uniek in Europa. Het mooie is natuurlijk ook dat daar, jij zei, de dwang, de zachte dwang van Gerard ongetwijfeld, maar vooral ook de motivatie van de sector heeft ertoe geleid dat dit vrijwillig is aangegaan, dit commitment. Het is ambitieus, het kan ongetwijfeld nog ambitieuzer. En we hebben ons er ook aan gecommitteerd om dit idee, hè, zo'n collectief van financiële instellingen, dat zich dat met elkaar afspreekt, wij gaan dit bijdragen aan het akkoord van Parijs, dat we dat idee ook uitdragen in Europa. Dus de brancheorganisaties die zijn aangesloten bij het klimaatcommitment en het ministerie van Financiën en EZK, die zijn ook in Europa heel actief om dit idee eigenlijk verder te brengen en te zeggen, zo zou je dat kunnen doen en hopelijk ook zo in andere EU-landen die financiële sector inspireren. Helpt het wat dat betreft dat Frank Elderson, die vroeger bij de Nederlandse Bank duurzaamheidsbeleid trok, verhuisd naar Europa, helpt dat dan om die ECB ook een beetje op te warmen? Nou ja, kijk, ik denk dat we nu al zien dat de ECB een heel belangrijke rol speelt. Hè. De ECB is een strenge toezichthouder met grote invloed op het Europese bankwezen. En we zien dat ze ook eisen stellen. We hadden het net even in het voorgesprek over. Zij vragen ook van banken om in hun scenario's, in hun strategie, rekening te houden met de impact op het klimaat. Hè. Dus te bekijken van, hey, dat klimaat gaat veranderen. Wat betekent dat niet alleen voor mijn financiële gezondheid, maar ook voor de maatschappij in brede zin. Dus ik denk zeker de verhuizing van Frank een belangrijke rol gaat spelen bij hoe de ECB haar rol gaat vervullen. Misschien kun je ons een kleine blik gunnen in het werk van jouw commissie. Heb jij nou in jouw commissie, is het veel trek- en duwwerk? Of zeg je nou, iedereen zit wel op de lijn, maar er is een beetje verschil in snelheid? Er zijn zeker verschillen in snelheid, denk ik. Die sector is best divers. Nou, Bas noemde het al, vier verschillende soorten financiële instellingen. Banken, verzekeraar, vermogensbeheerders en pensioenfondsen. En daarbinnen zijn ook best grote verschillen. Dat zie je ook in onze rapportage, hè, waar weliswaar de meesten al voldoen
aan de afspraken die we hebben gemaakt, maar nog niet iedereen. Dus daar gaan wij weer de zachte dwang of de wat hardere dwang die Gerard misschien al heeft toegepast, weer van stal halen. Ik vind niet dat er veel duw- en trickwerk nodig is. Ik merk dat er enorme motivatie is bij de sector om bij te dragen aan de doelen van het klimaatakkoord. En dat de sector soms ook harder wil. Ik denk wel dat er over bepaalde dingen, en daar kunnen we het zo denk ik aan tafel nog over hebben, nog wel onduidelijkheid is. Ben ik nou effectiever door engagement of door uitsluiting? Dus hoe kan ik mijn invloed als financiële sector het beste aanwenden? Dat is denk ik een interessant debat om verder te voeren. Ja. En daar is natuurlijk de werkgever van Diane heeft daar een belangrijke steen in de vijver gegooid om dat debat weer op de agenda te krijgen. Jullie hebben in oktober een brief gestuurd aan de minister van Financiën. Die is inmiddels ook bij de Kamer beland met een appreciatie, zoals dat heet, van de minister erbij. Heb je al iets van Kamerleden gehoord over dit rapport? Nog niet. We gaan heel graag met de Kamer in gesprek. Eigenlijk over een beetje dit raar, rapport. De grote financiële sector. Er gaat een belangrijk rapport naar de Kamer toe. Jullie commitment is helder. En er heeft nog geen debat over plaatsgevonden. Terwijl er iedere dag Kamervragen worden gesteld over een aansluiting in Waddinxveen. Nou, wat denk ik belangrijk is, hè, dat in die appreciatie, in die brief staan ook bepaalde wensen van de sector. Ik denk dat de sector zich heel goed realiseert dat zij zelf in de eerste plaats aan zet is. Maar er staan ook wensen in die gaan over helderheid van transitiepaden bijvoorbeeld, hè, als het beleid op bepaalde. Ik heb ze nog eens even bijgenomen. Je zegt in ieder geval, de wet en regelgeving op een aantal punten, die is onduidelijk, brengt risico's met zich mee. Het is aan de overheid om daar snel helderheid over te geven. Ja, dat staat inderdaad in de brief en dat is denk ik ook belangrijk, waarbij we heel duidelijk hebben uitgesproken in de commissie, wij hebben primair de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de doelen uit dat klimaatcommitment. Echter, op het moment dat er meer helderheid is in bijvoorbeeld transitiepaden, hoe gaat het met de verduurzaming van bepaalde sectoren, welke wettelijke eisen worden over 5 of 10 jaar in een sector gesteld, hoe zit het met vergunningseisen, hoe zit het met ruimtelijke ordening. Op het moment dat dat duidelijker is, kan de sector nog beter zijn rol vervullen. En nu zijn er soms knelpunten in de financiering van bepaalde projecten, omdat bijvoorbeeld zo'n transitiepad niet duidelijk is. Nou, daarnaast hebben we nog een aantal wensen in die brief opgenomen over rapportage of beschikbaarheid van data. Maar ik denk zeker dat er ook een rol voor de overheid is weggelegd en dus ook voor de politiek. Ja, nee, ik heb de allerbelangrijkste opmerking, denk ik, of vraag die jullie hebben aan de overheid, is die van zorg voor een duidelijke strategie voor de financiering van de energietransitie. Je hebt 3000 miljard euro aan financiële mogelijkheden. Je wil graag bijdragen, maar je moet dan wel helderheid hebben van de overheid. Dat is denk ik een kernpunt. Ja, nee, dat is zeker een kernpunt. Ik moet zeggen, toen ik zelf in deze rol startte, dacht ik, het onderdeel 1, waar Bas net iets minder over heeft gezegd, maar het leveren van een inspanningsverplichting om die energietransitie te financieren. Ik dacht, ja, daar gaat de kern zitten. Hè. Er zijn ongetwijfeld is er heel veel vraag en te weinig financiering. Maar eigenlijk is het omgekeerde bijna het geval. Er is heel veel financiering. Het gaat klotsen op de toonbank. Nou ja, er is gewoon veel financiering. Elke financiële instelling wil en moet verduurzamen. Dat betekent dat er veel middelen ter beschikking staan. Maar in de uitvoering van de projecten stuit je soms op ruimtelijke ordeningsvraagstukken, soms op, ik zal je alle technische details besparen, maar soms op onzekerheid over wet- en regelgeving, hè, waardoor onduidelijk is wat is nou het risico van dit project. Publiek-private samenwerking, hè, zou nog veel meer uitgehaald kunnen worden. Ik heb laatst Corien Wortman daar nog een mooi betoog over horen houden. Dus ik wil zeker niet de indruk wekken, hè, dat wij zitten te wachten op de overheid. Hè. Daar is geen sprake van. Ik denk wel dat de bijdrage van de sector nog veel groter kan zijn als er meer helderheid komt in die strategie die jij net noemde uit de brief. Was je wat dat betreft tevreden over die begeleidende brief van de minister aan de Tweede Kamer? Tevreden in de zin, denk ik, dat er waardering uitspreekt voor wat de sector doet. Voor minister van Financiën was het een ongemeen vriendelijke brief. Ja, ik denk dat dat op zich ook gerechtvaardigd is, omdat de sector voldoet aan de doelen die ze zichzelf heeft gesteld. De proof of the pudding zit natuurlijk wel volgend jaar bij die actieplannen. Hè. Dus ik denk vooral dat wij er alles aan moeten doen om te zorgen dat de minister volgend jaar weer zo'n vriendelijke brief kan schrijven. Omdat we gewoon hebben laten zien,
That we put our money where our mouth is. Wij laten zien wat we, dat we doen wat we beloven. Ik denk wel dat die brief weinig ingaat. Ik herinner me niet meer precies of het helemaal niet erop ingaat. Maar op de vraag over die heldere transitiepaden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat de overheid en de regering daar ook snelheid gaat maken. Jij blijft deze klus de komende jaren doen? Daar wordt nog over besloten. Maar ik zou dat graag voortzetten. Wie gaat daarover? De commissie gaat daar volgens mij over. In die commissie zijn trouwens ook de twee departementen, Financiën en EZK, vertegenwoordigd. Okay. Dus, en de beleggers natuurlijk ook? De vier brancheverenigingen. Die zitten dat? Ja. Dan gaan we naar een van de grote beleggers, de grootste belegger in Nederland. Diane, van harte welkom. Jij bent hoofdbeleggingen bij het ABP. Hoe lang doe jij deze functie al? Deze functie doe ik ruim 3 jaar. Ik heb een achtergrond in beleggen en al 13 jaar in duurzame beleggen. En ik heb 3 jaar geleden besloten om de grootste belegger van Nederland te helpen om een grotere bijdrage te geven, maken. Een grotere bijdrage aan de duurzaamheid. Aan de duurzaamheid, ja. Nog even, je maakt ook deel uit natuurlijk van de club van pensioenorganisaties, et cetera. Ja. Hoe liggen die verhoudingen nu binnen die club? Zijn jullie het allemaal redelijk met elkaar eens? Je ziet af en toe wel eens iemand die wat voorop loopt, iemand die wat achterloopt en dan weer het been bijtrekt. Hoe liggen die verhoudingen binnen die pensioenfederatie? Laat ik zeggen, wij richten ons vooral op onszelf. En wij proberen anderen wel natuurlijk te inspireren en met ze samen te werken. En dat zie ik dat goed gaat. Hè. Een van de dingen die wij zeggen is, we moeten het ook met elkaar doen. Dus we ontwikkelen samen ook standaarden. En dat doen we ook met andere pensioenfondsen. En je ziet ook dat, dan hebben we het bijvoorbeeld over de Vereniging van Duurzame Beleggers, VBDO. Die doet ieder jaar ook een ranking. Hè? Dus die ziet ook, die meet ook de prestaties van die pensioenfondsen. Die legt ons ook een goede lat op. En daardoor heb je ook wel een goed onderling spanningsveld. Maar wij kijken natuurlijk niet alleen naar pensioenfondsen. Wij kijken ook heel erg wat er nodig is. En ook wat de deelnemers van ons vragen. Ja. Je hebt wel een wat turbulente tijd achter de rug. Hè? Jullie hebben op een gegeven moment in september, oktober gezegd van we gaan de koers wijzigen. Wat was nou de hoofdreden om uiteindelijk toch te zeggen, we gaan fossiel eruit gooien? Gaat om 15 miljard euro, geloof ik, hè? Ja. Het gaat niet snel genoeg, de transitie. En misschien is dat wel mooi om iets te zeggen, als ik mag. Ik heb er ook 2 slides voor meegenomen. Iets over onze algehele duurzaamheidsstrategie. En dan 1 slide over specifiek klimaat. En dan begin ik met de algehele. Ja. Wij hebben gezegd, kun je even uitleggen wat hier precies staat? Ja, wat hier staat. Wij zijn al sinds 2015 bezig met intensief met ons duurzaamheidsbeleid. Waarom? Wij willen een goed pensioen in een duurzame wereld. Voor onze 3 miljoen deelnemers. Die willen dat ook. Wij hebben gezegd in 2020, wij gaan ons duurzaamheidsbeleid inrichten op de transities. Want we hebben een wereld in transitie en daar willen wij op inspelen, aan bijdragen. En er zijn 3 transities die wij belangrijk vinden. Nou, de eerste is klimaat, daar hebben we het hier ook over. De tweede is digitalisering. En de derde is het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Is dat de circulaire economie, zeg maar? Ja, en ook biodiversiteit. Ja. Heeft natuurlijk ook, deze 3 transities hebben heel veel met elkaar te maken. Overlappen kunnen elkaar versterken. Maar we hebben ze apart benoemd. En we hebben één overkoepelend thema. En dat is respect voor mensenrechten. Wij moeten zorgen voor de mensenrechten binnen deze transities. En ook natuurlijk daarnaast. En daarnaast richten we ons op de duurzame, of op de Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingen doelen van de VN. Dat is een heel pakket bij elkaar, hè? Ja. Op een gegeven moment krijg je toch de vraag, ook bij beleggingen, waar geef je dan prioriteit? Dan is dat klimaat of is dat digitalisering? Want soms zijn die transities, die kunnen elkaar helpen, maar kunnen soms ook met elkaar strijden. Ja. Is klimaat, is dat nou de topprioriteit voor het ABP? Voor 2020 was klimaat het thema. En de rest hebben we uitgebreid en zijn dus nog verder in ontwikkeling. We zijn iets verder op klimaat, maar we zijn het allemaal aan het ontwikkelen. Want we hebben ook in 2020 gezegd, we starten met een visie voor 2050. En dat is klimaatneutraal. We volgen Parijs, we volgen het Nederlands Klimaatakkoord. Maar we hebben ook gezegd, dan moet je dus korte termijn doelen hebben.
En voor ons is dan korte termijn 2025. Dus we hebben een aantal doelen gesteld. En die zijn concreter al op klimaat dan op de andere transities. Die zijn we nog aan het ontwikkelen. Maar even, want we hebben het vandaag even over klimaat. Als het gaat over die doelen voor 2025. Kun je een paar van die doelen even aangeven voor mensen thuis? Ja. Is het wat lastig om deze slide te lezen? Ja, ik zie het nu ook. Er staat eigenlijk een beetje te veel tekst op. Leg het uit. Ja, ik leg het uit. Nou, ik denk dat ons belangrijkste doel is dat wij zeggen van wij scherpen de criteria aan van bedrijven waarin we beleggen op het gebied van klimaat. En dat doen we gaandeweg. En leg eens uit, hoe scherp je dat dan aan? Nou, wat zijn de eisen? Hoeveel fossiele energie mogen ze gebruiken? Dat is een concrete eis die je stelt. Ja, en we zijn dat nu aan het ontwikkelen. We zijn dat nu, op het moment, zijn we die specifieker aan het maken. Is dat per bedrijf of per bedrijfstak? Per bedrijfstak, per sector doen we dat. Wat we al hebben gedaan, maar daar zullen we vast zo ook nog op komen, is dat we hebben gezegd, we investeren niet meer in de producenten van fossiele energie. Daar gaan we uit. Wat gaan we wel doen op het gebied van fossiele energie? Sterker de gesprekken aan, engageren met de vraagzijde. Dus met eigenlijk de gebruikers van fossiele energie. En dan vooral de zware gebruikers. Dus transport, de zware industrie. Maar ook met de beleidsmakers op dat gebied. De beleidsmakers binnen de bedrijven? Nee, de overheden. De overheden. De overheden. Ja. Dat wij zeggen van er zijn veel externe effecten die niet goed zijn ingeprijsd. En als je goed zorgt voor een marktmechanisme waarbij je externe effecten inprijst, dan stimuleer je duurzaamheid. Ik kom even terug over het hoofdonderwerp, klimaat, waar jullie mee bezig zijn. Jullie hebben een paar maanden geleden die koerswijziging ingezet. Dat was naar aanleiding, werd naar buiten gebracht vanwege de schokkende rapporten van de IPCC. Ja. Nou loop ik al een tijdje mee in het klimaatcircus. En het rapport van de IPCC leverde eigenlijk nauwelijks nieuws op. Dat was oud nieuws. Het werd mooi verpakt. Maar in feite wisten we al wat er aan de hand was. Hoe werkt dat nou bij jullie? Jullie hadden de hele discussie gehad op de aandeelhoudersvergadering van Shell. PGM liep voorop. Jullie hebben expliciet gezegd, we doen dat niet. En een maand later, anderhalf maand later, was de koers opeens gewijzigd. Is er iets, een boodschap vanuit de hemel neergedaald bij jullie? Of wat? Ja. Want ik kan me niet voorstellen dat IPCC, dat was natuurlijk eigenlijk al bekend. Dus wat heeft er uiteindelijk nou toe geleid dat het bestuur van het ABP heeft gezegd, jongens, stop ermee? Ja, mag ik hem beantwoorden zowel op de inhoud... Je mag alles doen, het is jouw antwoord. Ja, dankjewel. Eerst iets over de inhoud. Kijk, inhoudelijk klopt, hè. IPCC heeft niet iets anders gezegd over waar de aarde naartoe gaat en wat we moeten bereiken, die anderhalf. Maar wat wel bleek uit dat rapport en ook uit het rapport van de International Energy Agency, het gaat echt niet hard genoeg en het gaat nog erger dan we al voorzagen. Als we niks doen, dachten we altijd, dan gaat de aarde naar 4 graden opwarming. Maar dat blijkt bijna 6 te zijn. Catastrofaal. Dus dat is het gevoel van urgentie wordt nog sterker, maar ook van er gebeurt gewoon te weinig. En vervolgens heeft het bestuur gezegd, en dan ga ik over op het proces, besteden wij ons geld en onze inspanningen, onze engagement inspanningen, nou op de goede plek? Waar gaan de bedrijven naartoe en waar moeten ze naartoe? En wat we toen hebben gedaan, en ik vond het zelf eigenlijk een heel mooi proces. Het bestuur heeft gezegd, we gaan 1 dag gaan we alleen maar educatie doen. Dus we hebben een aantal momenten ingeruimd voor het besluit over hoe gaan we om met fossiele energie. En dat is begonnen met educatie, luisteren en nog niet de oordeelsvorming. Dat is interessant, want het is een buitengewoon boeiend proces wat jullie in tijd hebben meegemaakt. Maar moet ik me dan voorstellen dat jullie voor die tijd nooit met elkaar hebben gediscussieerd over de impact van fossiele beleggingen? Heel veel. Continu. Dat verhaal is natuurlijk al lang en breed bekend. Continu. Maar je vraagt me van wat is een trigger point? Hè? Ja. Dus eigenlijk ben je in 2020, toen we ons beleid opstelden, zeiden we al van nou, we moeten gaandeweg aanschroeven, hè? Of de duimschroeven aandraaien.
En dan komen er een paar momenten dat je dat doet. Maar er komt ook een moment dat je elkaar aankijkt van... vinden we nou dat dat genoeg impact heeft? Ja, zien we resultaten? Heb je dan zit je bij elkaar en dan het licht daalt opeens binnen. En jullie verzetten de koers. Dat is op zich natuurlijk heel belangrijk. Ja. Waarmee ik niet gezegd wil hebben over dat jullie al niet bezig waren natuurlijk. Want we gaan niet, het is allemaal niet zwart-wit. Heb je dan achteraf geen spijt van dat je op zo'n aandeelhoudersvergadering... dat je PGGM voorop laat lopen en dat jullie vervolgens de blame krijgen... dat jullie niet meedoen? Is dat publiciteit niet licht onhandig? Ja, we kijken vooral vooruit. Van wat kunnen we nu doen? Je bent een opgewekte type. Ja, dat klopt. Ja, maar ik denk dat dat ook is hetzelfde. Dat je kunt zeggen, van je belegt niet meer in die fossiele producenten. Dat is 3% van onze portefeuille. He, dus wat ga je daarmee doen? Maar wat doe je ook met die 97%? Je hebt uitgebreid de gelegenheid gehad om de standpunt van de ABP toe te lichten. En dat is ook heel goed, want jullie zijn in een belangrijke positie. Ik ga naar Richard toe. Richard, je hebt twee functies. Je zit enerzijds bij ABN AMRO. En anderzijds zit je de club voor van duurzame banken binnen de Nederlandse Vereniging van Banken. Hoe gaat dat nou binnen zo'n overlegcircuit wat je hebt? Ja, dat platform, daar zitten zeg maar alle duurzaamheidsbaasjes van alle banken. En wij zijn het vrij snel met elkaar eens. Want om even terug te komen op dat commitment. Het is natuurlijk een illusie om te denken dat wij een keuze hadden. Weet je, de planeet warmt op. Dus we kunnen wel net doen alsof we konden kiezen of we wel konden committeren of niet. Maar dat is echt een illusie. We moeten ons committeren aan die 1,5 graad. We moeten harder. De vraag is alleen, hoe doe je dat effectief? En het is ook... Als je het al niet doet voor de 1,5 graad, dan moet je het doen voor het economisch Armageddon wat anders gaat plaatsvinden. Want het is niet alleen dat het voor mensen en de planeet zeg maar verschrikkelijk is als het opwarmt tot 4 tot 6 graden. Maar het is ook, zeg maar, de economie stort ook in elkaar. We krijgen dan grote economische instabiliteit. Dus de vraag is niet, die niet op tafel ligt, zeg maar, wat moeten we doen, maar... Hoe doen we dat effectief? Kun je nu ook zeggen, want ik noem wel eerder bij het gesprek met Femke... wel Frank Eldersson, die bij de Nederlandse Bank... in belangrijke mate ook dat debat al 3, 4 jaar geleden heeft aangezet. Heeft gezegd, de klimaattransitie is de grootste bedreiging... voor de financieel-economische stabiliteit. De Nederlandse Bank was dus al heel vroeg wakker. Ja. En heeft jullie er ook op aangesproken. Ja. Had u dat nodig of zeg je nou ook autonoom... Mm-hmm. binnen de banken begon dat besef al te groeien? Of had je die schop van de Nederlandse banken in je gat, had je die nodig? Banken, tegen je gat. Ja. Banken zijn in die zin zijn niet anders dan de maatschappij. We hebben allemaal die schop onder onze kont nodig. Want het gaat namelijk over verandering. En niet een beetje veranderen, maar echt structureel en significant veranderen. Nou, corona heeft ons geleerd hoe ingewikkeld dat is. Het is code zwart. En tegelijkertijd gebeuren allemaal dingen die daar niet bij helpen. En dat is nog een acuut... En een invoelbaar probleem. En klimaat is... Ja, dat kan je nog ontkennen. Dus iedereen heeft die schop onder zijn kont nodig. Dat doen wij, hè, mijn collega's en ik vanuit verschillende banken intern... om die verandering op gang te brengen. En dat doet de DNB en nu vooral de ECB doet dat extern. En dat is hard nodig. Ik heb jou wel eens horen zeggen... Hè, van de overheid moet niet alle taken alleen maar op het bordje van de banken leggen. Je noemt ook het voorbeeld van het witwasbeleid. Ja. Natuurlijk hebben de banken een eigen verantwoordelijkheid. Absoluut. Maar de overheid moet ook optreden. Leg eens uit wat jullie als financiële sector... of als jij in dit geval gezamenlijke banken... van die overheid ook nodig hebben. Nou, het werd eigenlijk al benoemd helderheid. En dat is niet zozeer omdat wij per se zeg maar als banken die helderheid nodig hebben. Maar wanneer gaat een woningeigenaar zeggen... ik ga mijn huis verduurzamen? Wanneer gaat een bedrijf zeggen... ik moet mijn afhankelijkheid van fossiele energie terugdringen? Als er helderheid is over waar moet ik wanneer staan? En ik vind en vervolgens handhaven. Want de wet Milieubeheer, nou, die ken je veel beter dan ik. Dat is een hele oude wet. Ja. En die zegt, binnen 5 jaar moet je, als je maatregelen die je binnen 5 jaar terugverdient, die goed zijn voor het milieu, moet je doen, verplicht. Alleen, er werd niet gehandhaafd. Want de handhaving lag bij de gemeente. En de gemeente, ja, die had wel andere prioriteiten. En by the way, als de gemeente ging doen, dan beschouwden ondernemers dat als ondernemertje pesten. Nou, nu is er dan meer druk op de handhaving. Maar wij zien nog steeds, ook in het MKB, dat het heel moeilijk is om die boodschap... want wij hebben diezelfde boodschap, om die te laten landen. Van elke 100 gesprekken die wij voeren met woningeigenaren... die verhuizen naar een bestaande woning, dus die een oud huis zeg maar kopen... en die dus een verduurzamingsopdracht hebben...
maken wij een maatwerkadvies. Voor uw woning kunt u dit doen. En, weet je, en zo kunt u doen en daar kunt u het kopen. En dit is wat het oplevert. En hier is de financiering erbij. Eén op de 40 tot 50 klanten kunnen wij zien, doet dat binnen een jaar. En de rest niet dus? En de rest niet. Je hebt een heel interessant voorstel, heb ik wel eens gedaan. Je zegt, alle woningen met label G, als die verkocht worden, moet er een verplicht duurzaamheidsplan bij zitten. Anders moet de verkoop worden verboden. En jullie zeggen dan... Dan moet je geen hypotheek mogen verstrekken. Maar dan gaat het even over de vraag wie dat gaat regelen. Ja. Wij hebben dat zeg maar 2018 met de gezamenlijke bank bij DNB besproken. Van, eigenlijk is dat wat wij willen. Want wij zien namelijk ook dat die huizen anders gewoon heel kwetsbaar worden. Dat worden gewoon huizen die niet toekomstbestendig zijn. Dus in het belang van de woningeigenaar moet je eigenlijk een beetje... Het is net als tandenpoetsen naar de tandarts gaan. Het is niet fijn, maar het is wel verstandig. En wat is er voor ons? Jullie hebben dat voorgesteld aan DNB. Ja. DNB zegt, interessant voorstel, maar daar gaan wij niet over. Want dat is de wetgever die daarover gaat. Daar hebben ze dus ook gelijk in. Want het is natuurlijk uiteindelijk een wijziging. Absoluut. Heb je dat dan ooit? Want dit klinkt heel redelijk, hè? Ja. Je helpt er ook de mensen mee. Wat is nou de reactie geweest van de politiek op dit voorstel? De financiële sector doet de voorstel, DNB zegt prima. En wetgever regelt dat. Ja. Er is geen wetsvoorstel en er is geen wet. Dat is de reactie. Nu zeggen wij blijven die oproep doen. Maar we zeggen, we gaan nu met de ACM in gesprek. Met de autoriteit, consument en... Markt. Sorry? Dus mogen wij op een of andere manier gaan samenwerken om dit in de markt af te dwingen? Dat is natuurlijk best spannend, want wij leggen gewoon dan een beperking op aan consumenten. Dat is heel kwetsbaar. Dat is, weet je, want je sluit ook weer partijen uit. Je maakt iets duurder. De ACM heeft natuurlijk enige tijd geleden meer ruimte gekregen. Precies. Bij duurzaamheid een andere afweging te maken. Dat is de opening die wij nu zoeken van... kunnen wij als gezamenlijk... en dat moet je natuurlijk niet alleen met banken doen... maar met alle hypotheekverstrekkers... kan je nou gezamenlijk zeggen... wat is een redelijk level? Is dat van G naar C bijvoorbeeld? Of van G naar A? Waar gaat het belang van de individuele woningeigenaar... die een woning moet kunnen komen... en het collectieve belang van het versnellen... van de verduurzaming van de gebouwde omgeving? Want dat is voor in ieder geval alle banken... de allergrootste... impact, CO2-impact die ze hebben. Maar we zijn toch een beetje bezighoud, hè? Want jullie voorstel is heel helder. Ja. Maar heb je ooit nog eens een Kamerlid gehad die dit verhaal heeft opgepikt? Je hebt ook de tafelgebouwde omgeving. Ja. Hè? Daar gebeurt ontzettend veel onder leiding van Maarten van Poelgeest. Daar is dit idee ongetwijfeld ook bekend. Ja, maar het is natuurlijk... dit is electoraal heel ingewikkeld te verkopen. Kijk, het was voor de kantoren was het relatief eenvoudig. Want daar is gewoon op een gegeven moment in 2016 een wet aangekondigd. Je moet... label C hebben, anders mag je je kantoor niet meer vuren. Nou, wij stonden te applaudisseren, want we waren vanaf 2015 al bezig. Alleen onze klanten zeiden, hoezo dan? En toen in 2016 die wet werd aangekondigd, toen gingen ze terugbellen. Zeiden ze, wacht even, die tooling die je had en die hulpmiddelen en dat geld dat klaarstaat. Hoe zat het ook alweer? Want ik weet dat ik over zoveel jaar op C moet zitten. Dus het is wortels en stokken en wij willen naast onze klanten staan. Dus wij willen wortels. Wij willen het zo makkelijk mogelijk maken. Zo eenvoudig mogelijk. Hoe ga je daar nou om? Want je hebt het probleem heel helder geschetst. Jullie als duurzame banken, jullie zitten ook in de commissie. Dat soort problemen, stel je dat daar ook aan de orde? Ja, of is dat te klein? Nee, uiteindelijk... Kijk, wij richten ons op het klimaatakkoord. Die vijf tafels, daar hebben wij een verantwoordelijkheid voor... om als een soort hulpmotor te versnellen. Om te zeggen, weet je, jullie moeten wel trappen. Hè? Industrie, consumenten, sectoren. Jullie moeten ook fietsen. Maar wij zijn de elektromotor op die elektrische fiets... om te zorgen dat je harder gaat. We zien daar nu, grosso modo, zeggen... wij zien aan de ene kant dat kredietverlening niet het probleem is. Het is niet dat er 1000 plannen op tafel liggen... maar ze worden niet gefinancierd... Dus we moeten een extra stap zetten. En hoe kunnen we nou samen met partijen als MKB Nederland... en de Vereniging Eigenhuis... hoe kunnen we nou zorgen dat die vraag aangewakkerd wordt? Ik kom nog even op jullie terug, Femke. Nog een vraag. Het zit erin dat het nieuwe kabinet... in ieder geval de doelstelling 49% gaat verhogen. Voor een deel omdat dat moet vanwege Europa... maar ook omdat het nieuwe kabinet, althans als je kijkt naar uitgelekte stukken... in de trein... Dan willen ze nog een extra stap bovenop zetten. Betekent dat het commitment, financieel commitment van de sector ook weer moet worden aangepast?
Ja, of dat formeel moet worden aangepast. Ik verwacht dat de sector zich dan ook aan die nieuwe doelen zal committeren. Ik denk als je de twee vertegenwoordigers hier van de sector aan tafel hoort, bestaat daar geen twijfel over. En zoals Richard al zei, er is eigenlijk geen keuze. En ik denk dat de sector zich dat goed realiseert. Ik denk wel de discussie die jullie net hadden laat zien dat die versnelling door sommige wettelijke maatregelen door te voeren en dat de energielabel C van in dat commercieel onroerend goed, dat heeft eigenlijk zijn werking al aangetoond. Ja, dat kan enorm helpen om dan ook die hogere ambitie te realiseren. Maar ik verwacht van de sector geen protest bij het verhogen van de ambitie. Richard en Diane, de 55%, even voor alle duidelijkheid nog. We praten over 49%. Als het pakket van Timmermans in Nederland wordt gerealiseerd, praten we voor Nederland over 52%. Wij hebben als partijen bij het Klimaatakkoord gezet, we moeten naar 55% als nationaal doel. Onderschrijft ABP 55% als een nationaal doel? Nou, ik ga geen voorspelling doen over welk percentage er bij ons uitkomt. Nee, maar, even voor het duik. Daar gaat het wel om. We zijn sowieso gecommitteerd aan 52. Ja. Maar wij zeggen, we moeten die extra stap maken. Nederland moet voorop lopen. Dus de vraag is dus heel simpel. Ja. Gaat ABP ook mee met die 55% nationaal doel? Wij gaan altijd mee met de nationale doelen. Net als met Parijs. Daar hebben we ons aan gecommitteerd. Ja, maar we willen ook prikkelen tot meer ambitie. Nee, maar dat begrijp ik allemaal. We gaan niet voorop lopen met Nederland. Nee, we gaan een inhaalslag maken. Want uiteindelijk, als we naar Europa kijken, zitten we achter in de bus. Nee, dat klopt, ja. Dus we moeten inhalen. Ja. Dus we moeten het ook wel framen zoals het is. We moeten niet zeggen, oh, wij willen het beste jongetje van de klas worden. Nee. We zitten achter in de klas, we hebben niet goed opgelet. We moeten nu versnellen. Nou, nog sterker, je mag best het beste jongetje op de klas willen zijn. Maar zelfs met die 55% nationaal staan we maar op de 7e plaats. Ja. Dus we zijn nog geen Olympische kampioen, zoals ik onze premier een paar keer heb horen hopen, heb horen zeggen. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. En succes.